Dag dames en heren, welkom bij Use Products. Ik sta hier in de Hintenbestraat 90A in Sertogenbos. Dat is de winkel, maar ook tevens nu even mijn studio. Want waar ik normaal gesproken sta, wordt u thuis als u in de winkel komt geholpen. En ik ga vandaag uitleggen wat Use Products nou precies is. Veel mensen kennen het al en zien ook dagelijks onze uitzendingen met de beste deals die we op de televisie kunnen brengen. Use products, dat betekent gebruikte artikelen. Er zijn natuurlijk volop nieuwe artikelen, accessoires die je kunt gebruiken, hoofdtelefoons, allemaal kabeltjes, opladertjes die hier allemaal nieuw zijn. Maar de hoofdzaak gaat toch eigenlijk wel om gebruikte artikelen. En die gebruikte producten komen van u thuis. Het zijn producten die u niet meer gebruikt. En het zijn producten waar u niet mee wil gaan uh, leuren op tweedehands verkoopsites op internet. U krijgt vreemde mensen over de deur, uh, over de vloer. En uh, u weet niet wanneer u het verkoopt. Komt u met het product hier naartoe en het is goed en u kunt... Tot een deal komen, dan heeft u ook enkele minuten later het geld in handen. Kom nooit zonder legitimatiebewijs, want het wordt uitvoerig gecontroleerd. Het wordt uitvoerig getest, serienummers worden gecontroleerd en de apparaten worden gecontroleerd dat ze ook echt werken en niet beschadigd zijn. Het moeten ook geen artikelen zijn uit het stenen tijdperk. Kom nou niet met een VHS videorecorder, die wordt bijvoorbeeld niet meer ingenomen. En ook geen verzorgingsproducten zoals feunen, krulspelden en dat soort dingen, tandenborstels. Geen kleding, geen schoenen, geen meubels. Maar alles wat je eigenlijk in en om het huis als gebruiksartikel kunt gebruiken, dat wel. Er zijn verschillende manieren waarop u uw product hier kunt aanbieden. Eén, u gaat het gewoon verkopen. U loopt fluitend de winkel uit met geld in handen. Maar u kunt het ook op terugkoop zetten. En dat betekent eigenlijk, u heeft een artikel en heel dringend geld nodig. Maar dat artikel, dat bent u liever niet kwijt. Maar het geld, dat moet u hebben. U staat bijvoorbeeld bij BKR Rentiel Tiel geregistreerd. U kunt nergens aan geld komen. Hier gaat het niet om. U wordt hier niet gecontroleerd. Het gaat hier om het product en om u te helpen. Maar stel voor, u heeft iets verkocht op terugkoop en u krijgt daarvoor 50 euro. Dan is het heel eenvoudig. Vanaf de dag dat u het binnenbrengt beginnen 28 dagen te tellen. U kunt het binnen die 28 dagen terugkopen voor de 50 euro natuurlijk die u gehad heeft en als opslagkosten 10 euro. Nou reken maar voor mij dat dat veel goedkoper is dan welke parkeergarage ook in heel de wereld. Want 28 dagen je artikel hier stallen voor een kleine bijdrage bovenop die 50 euro, dat is natuurlijk niet al te veel. Als die 28 dagen bijna voorbij zijn en u denkt ja, ik heb het geld eigenlijk nog niet terug, maar ik wil het product ook niet kwijt, dan laat u deze thuis en komt u alleen met deze. Want dan gaat u het verlengen voor 28 dagen. 28 dagen als het dan gaat bijvoorbeeld om een bedrag van 50 euro. G uh, zijn het bedragen die hoger zijn, dan wordt dit natuurlijk ook een hoger bedrag, maar dat lijkt me logisch. Terugkoop. Dat betekent garantie dat u het product niet kwijt bent, maar dat u wel geld Kunt krijgen als de nood hoog is. Zonder PKR-toetsing. We kijken niet naar u, we kijken naar het product. Als het product goed is, dan komen ze hier bij Use Products tot een deal. En ook voor deze geld: legitimatiebewijs niet vergeten. En als na 28 dagen dan u het product niet heeft opgehaald, u bent ook niet terug geweest, dan is de bedenktijd al als het ware is, uh, is voorbij. En dan komt het in de winkel te staan en dat gebeurde ook onder andere met de artikelen die ik hier heb staan. Ik heb hier twee Pioneer DJ uh, draaitafels, CD draaitafels, dat is de CDJ-100ST, de tabletop. Ik heb ze hier voor een prachtige prijs, 129 euro, maar ik ga alvast zeggen dat u straks nog meer korting van mij krijgt. Uh, twee stuks, de prijs die ik noem is de prijs per stuk. Nou, die pioneer draaitafels, die zijn 129 euro per stuk. Let goed op en kijk wat ik ga doen, want ik ga nu op voorhand al per draaitafel 20 euro eraf doen. Dat betekent 109 euro per stuk. Als je dat bij elkaar optelt, zit je aan de 218 euro. Dan gaan we naar het midden. Want stel voor dat je zelf DJ wil worden, uw zoon wil DJ worden, die wil later wereldberoemd worden in New York staan als het 2018 is. Wie zegt het? Dan heb je natuurlijk ook mengpaneel nodig. En mengpaneel dat heb ik hier staan. Dit is de Sync mengpaneel. Een 5 kanaals dj mengpaneel. En ook de SD kaart kan hierin. Dus als je een, een mooie mix hebt laten maken. Je doet die SD kaart. Die stop je erin. En het is alsof je echt staat te mixen. Maar dat heeft iemand anders voor jou gedaan. En je bent de koning, de keizer, de dj van de avond. Want ook die SD kaart past hier in deze Sync. Het mengpaneel. De SMX2. 429. Nu voor 399. 109, 109, 399. Een complete prijs. Zou ik toch handje klap komen doen bij Juice Products in de Hinterbestaat 90a. Je kunt niet jong genoeg beginnen voor een carrière als DJ. Kom hier naartoe, want muziek is de bron van alle leven. Kom naar Juice Products. Gezellig. Kom op.